Filmen, filmen, filmen. Jeroen. Jeroen, ik word nu opgepakt. Ik word van de snelweg getrokken door twee busjes. Op weg naar de demonstratie. Ongelooflijk. Ja. Ja, direct. Ja. Is goed. Oké, hoi. Ze zijn gewoon de hele tijd aan het posten, gewoon voor je deur, hè? Ja. Dit is echt zo crimineel. Ja. Wat zegt Jeroen? Rustig blijven, gaat gelijk de advocaat bellen. Ja, weer met fucking melkkorvel. Goedendag meneer. Even uitzetten alsjeblieft. Ja, wat wil je uitzetten? Wil je even legitimeren? Wat zei je? Wil je legitimeren? Ja, ik wil even van u vragen. Ja? Ik ben bij deze aangehouden. Waarvoor? Overtreden van schorsende voorwaarden. Dat kan niet, dat heb ik niet gedaan. Bij deze? Ja. En u mag even van die kant uitstappen. Oké. Okay. Yes? Ja. Dan gaan we het daar even verder af. Mag ik even zitten als u de... Nee, ik hoef niet te blijven zitten. Nee. Wat wel voor de auto hier? Ja. Kunnen jullie wel legitimeren? Kijk, deze doet zijn hand op zijn pistool, hè? Wil je dat filmen? In ieder geval niet te laten verplicht rechtadvocaat. Heb je gezien dat hij zijn hand op zijn pistool had? Ik weet niet of ik het erop had. Wordt ze geboeid? Ja, ja. Wij willen jullie er wel even leggen. Het is wederom een overtreding van de politie. Ik heb nou, het lijstje wordt aardig groot. Zet me niet. Dus het inzetten van de hand. Nee. Heeft u er nog iets van wapens geschreven voor hebben? Nee, natuurlijk niet. Nee? Nee? Okay. En kunnen jullie nog legitimeren? Want jullie nemen hem nu wel zomaar mee. Nee, dat hoeft niet. Goed. Nou, tot ziens. De liefje, ik... waar wordt u naartoe gebracht? Welk bureau? Nee, dat bureau. Dat weet ik nog niet. Dat weet u nog niet? Sorry, dit is wel heel raar, hè? Jullie weten, we zijn hier bij een bureau. Kunnen jullie gewoon even zeggen en ook even legitimeren? Want wat jullie doen is echt compleet onrechtmatig. Ja, het is wel vreemd dat jullie meewerken in een dictatuur. Maar... Sorry, ik wil jullie even vragen of jullie even willen legitimeren, alsjeblieft. Maar, meneer, u brengt hem wel echt naar een bureau. U gaat toch niks met hem doen, hè? Nee, zeker niet. Maar welk bureau? Wij gaan met hem even verder communiceren. En als we wat meer weten, of hij mag communiceren, dan gaat hij dat door. Yes? Fijne dag. We waren net onderweg naar de demonstratie waar Willem zou spreken. En we worden weer van de weg geplukt. Zogenaamd schending van de schorsingsvoorwaarden, terwijl die niet op Facebook, niet op Twitter, op geen enkel platform is geweest.